about you. Hi guys, ik had gisteren een date, dus al 3 dates met dezelfde persoon. Dat zegt natuurlijk al genoeg. Tenminste, en nu vind ik hem nog steeds leuk, dus ik vind hem steeds leuker. Maar dat je 3 dates hebt, zegt natuurlijk wel dat je überhaupt al elkaar wil leren kennen. Ik doe een beetje nerveus, maar ik had dus bedacht om vanaf nu dus geen Tinder updates meer te doen. Mijn wasmachine staat trouwens aan. Dus ik ga gewoon nu daten met deze persoon. En als er iets is wat ik kan delen, dan zal ik dat doen. Maar ik denk dat ik voorlopig gewoon even met hem alleen wil uitzoeken wat dit is. Vind ik heel jammer, want ik hou zelf ontzettend van alles wat met romance te maken heeft. En privé situaties te maken heeft. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik zou dolgraag wel bij andere vloggers willen weten wat er precies gebeurt. Maar het voelt niet helemaal goed. Ik ben hier ook niet alleen bij betrokken. En wij hadden al vanaf date 1 afgesproken dat hij mijn vlogs voorlopig even niet zou kijken. Zodat wij elkaar samen zouden kunnen leren kennen. En uiteindelijk hoop ik van harte dat hij mijn vlogs wel wil bekijken. Omdat ik er gewoon trots op ben. Maar nu wilden we het een beetje gescheiden houden. En ook vanuit die gedachte ga ik dit even off camera uitzoeken. En ik ga gewoon vette andere content maken. Jullie zien of horen het wel als er iets te melden is. Oh, Madelon komt zo weer aan. Die komt weer terug uit Tilburg. En we gaan naar de Febo. En ik heb mijn vlog net afgemaakt. Trailertjes aan het uploaden in mijn Dropbox. Dan kan ik hem op mijn telly zetten. Trouwens, deze broek, voor iedereen die het nog weet van Action, die heb ik echt ontzettend veel aan. Tot zo! Ketchup, een milkshake, aardbei. Wil je dit op camera, dat iedereen nu weet wat jij eet? Akkoord. wij zijn helemaal niet lollig. Ik heb vandaag onze vlog geëdit. Ja, en? Is die leuk? Hilarisch? Nee, echt niet leuk. Oh. Echt geen humor. Ja, jij ziet er goed uit, maar jij bent heel goed. Maar het is ondertussen al. Ik voel me gewoon goed. Maar ik vertel het zo wel. Dankjewel. Aardbeien. Dankjewel. Bedankt. Het is dinsdagochtend. Madelon ligt lekker even uit te slapen, want die heeft een mega drukke week gehad hier. Van social event naar social event. Dus die gaat lekker uitslapen. Ik ga heel even naar de koffiesalon op de Kinkerstraat om wat dingen uit te werken. En daarna ga ik lekker naar de Havenstraat. Even kijken. Het is nu denk ik 7:15 of zo. Het is al zo lekker licht en dat komt dus door die wintertijd. Oh, kijk. Sexy, sexy. Daar die twee erbij. Ik ben benieuwd of die al open is. Het is nu denk ik 9:45 of zo. Heel veel mooie tasjes. Allemaal vintage. Echt oud, maar in hele goede staat, volgens mij ongebruikt. Grondig doorheen.
hier nu achter de kleding. Echt veel goede dingen weer. Die tassen, oh. Ik word ook echt toe aan een luxe tas. Die tasjes checken welke ik neem. Een soort bonded. Kijk, het zit heel licht waar die vast zit aan de onderlaag. Ik kan alleen nu niks mee, maar wel een hele mooie stof. Echt super mooie dingen. Ik ben bij Benefit. PC, hè? Ja, ja, bij Douglas. Zie je zo ook? Dat is even uitleg. Mm-hmm. Leuk, ja. Kijk, ik ga de zuur zeggen. We gaan ook, ja, ik vind dat ik hier nog iets laat vandaan, maar het is erg het zien dat het zit. Mm-hmm. En verder ga ik dus gewoon een beetje opvullen, hier wat netten. Ja. Een beetje donker. Fijn, dank je. Maar je blijft goed kan. Tara? Ja? Ja, hè? Echt. Deze gaat weer op. En echt voller. Wat goed. We hebben een bruidschap heel leuk om te werken. Ja, wat zei jij? Ja, ik heb goede weekbrauwen. Ja. Thanks. Nou, voor jou is dat een groot compliment. Ja, ze zijn echt veel mooier weer, hè? Super. Ik zou even in een goed lichaam staan hiermee. Kijk nou, echt top. Heel blij mee, dank je. Ik ben hier lekker in de PC. Ik denk dat iedereen die wel kent. Het is 10 minuutjes van mijn huis of zo. Ik ga nu lekker naar huis editen. Doei! Morning! Het is... Oh jongens, ik kan niet wachten tot ik deze situatie met René ga aanpakken. Grijs haar met intense uitgroei, waardoor het heet het vies lijkt. Vrijdag zit ik bij René. Vrijdagavond ga ik lekker filmen. Gaan we verven en knippen. Ik wil laten zien. Ik heb namelijk echt een hele feestelijke look aan. Kijk, dit is voor mij nou eigenlijk echt een feestlook. Dat t-shirt met al die geweldige naden en belijning. Ga ik zo in het licht nog laten zien. Force, vind ik een vet woord. Symmetrisch. Deze slangen trackband van Supreme. Deze 97's uit mijn jeugd. Deze eeuwenoude kimono van de H&M Trend collectie. Toen de Trend collectie er net was ongeveer. Ja, dus sporty met mooi uitgewerkt. Echt, I like this look. En ik heb nu even die slits open gerit. Dat hadden we vroeger, hè. Zo over je schoen heen viel, leek je voeten kleiner. Dat deden we dan met die Cavalli's en die Aussie.
zo'n vette docu gezien laatst over De Eerste Gabber, heette dat. Serie over Ilja. Ik zet zijn achternaam even in beeld. Ik weet niet zijn achternaam. En hoe die hele dance gabber scene is ontstaan in Nederland. In Amsterdam en Rotterdam. Maar ik denk voor iedereen van mijn leeftijd dat dat heel leuk is om te zien. Omdat we dat wel hebben gevoeld en half hebben gezien, maar niet echt bij waren. Ik was toen te jong. En mijn wenkbrauw, jongens. Dit hier zit nu helemaal niks op. Niet een potloodje, geen gel. Dus nu is het al mooi. Als ik uit zou gaan, zou ik het nog wat verder kunnen aanzetten. En ik kreeg ook nog iets leuks. Groove Proof Brow Pencil. Een soort Madurodam eyebrow penseltje. Oh ja, die naden. Hier. Dit. Deze constructie. Oké, nou ik hoofd op. En nog een primer. Dat doe ik dus nooit op. Maar dit is dan om je poriën weg te vagen of iets dergelijks. Nou, dat ga ik wel een keer proberen. Jullie weten natuurlijk wel waarom ik hier sta. Ik ga even laten zien wat ik bij de Havenstraat heb gekocht. Ik heb er de hele avond over na zitten denken. Zo'n waanzinnig mooie vintage deadstockpartij tassen. Ze lijken ongebruikt. Ik heb het gevoel dat dat gewoon uit een oude tassenwinkel komt zetten dan nu. En ik heb heel grondig. Ik denk dat ik van die honderden tassen ze allemaal in mijn handen heb gehad. En heel zorgvuldig heb afgewogen welke ik nou uiteindelijk mee wilde nemen. Want ze waren tussen de 5 en de 15 euro per stuk. Dus ik kan ook niet 10 mee gaan nemen. Dus ik heb nu een selectie gemaakt en ik ga ze laten zien. Deze. Dit is dus een clutch, maar dit hoe dit zit, dit vind ik zo lekker. Kijk, mooi met satijn gevoerd. Hier zit nog een vak. Kan mijn telly daar mooi in. Een soort. Kijk, want het is zo'n 3D zijkant. Prachtig leer. Hele mooie sluiting. Niet heel praktisch, want er zit geen hengsel aan. Maar als je dit hebt als tas, ben je wel lekker bezig, hoor. Oké, dus dat is nummer 1. Suède met slangen, de senleer met wel een hengsel. Kijk, en dit is de sluiting. En dan hier binnen, okergeel. Daar past mijn telly niet in. Ja, hier zou je echt gewoon voor de avond net wat dingen in kwijt kunnen. Natuurlijk kan die zo. Oké. Deze is klein, maar wel gemakkelijk te dragen, omdat hij een hengseltje heeft. Even. Ik hou hier gewoon van. Het is vet simpel in hoe het eruit ziet. Maakt ontzettend veel herrie. Ik weet nog niet waarvoor. Maar deze leg ik gewoon ergens neer. Oh ja. Oeh, guys. Dit ding. Geweldige kleur natuurlijk. Maar ook een leuk ontwerp. Ik vind dit zo leuk. Dat rode, lelijke rode erbij. Wat ik dus eigenlijk mooi vind. Oh, deze mouwen zijn lang. Oh, top. Ja, top. Nou, ik ga dit natuurlijk niet... niet per se natuurlijk, maar ik ga dit niet zo losdragen. Ik wil dit dan onder iets. En dan is het dus super dat deze heel lang zijn. Ik ga door. Ik vind het zo onrustig. Deze. Jongens, doe even normaal. Het is toch prachtig. Ik ga er even wat in doen. Kijk hoe die er dan uitziet. Kijk, dit is het model. Dus dit is ook niet echt een everyday bag. Maar ik kan me voorstellen dat je zeker op een gegeven moment een outfit hebt waar je dit gewoon bij wil. Kijk, en dit heeft een sluiting. Prachtig, zo het patroon wat zo geplaatst is. Echt luxe. Dus dan ga ik deze wat voordoen. Ja, dus dat is tas nummer 3. Ik ga straks ook naast elkaar laten zien. Want ze zijn bij elkaar ook zo prachtig. Twee paar sokken in mijn maat in zwart.
Dit is een beetje zo'n tussendikte. Dus ik denk dat ik deze net in mijn sneakers kan krijgen, waar dus wel heel warm is. Ik heb in totaal 40 euro afgerekend. Dus ik denk dat Gideon mij heeft gematst. Maar stel dat die tasjes 10 per stuk zijn. Die sokken zouden wel iets van 2 euro zijn. Die sambalballen ook iets van 1 euro of zo, denk ik. Wat ik gek genoeg... Gisteren zag ik dit opeens in mijn tas. Dit heb ik laatst al een keer gekocht. Bij die winkel waar ik die zwarte vaas kocht. Dat was ik vergeten, want die zat onderin. Anyway, een cool ding. Beetje Versace Moschino-achtig. Dus dit kan bij van alles natuurlijk. Dit is nummer 4. Zie je hoe dit geplaatst is, die schubben? Dit is de sluiting. Heel mooi leer van binnen. De sambalballen kunnen nu mee. Niet praktisch, wel beeldschoon. Dus ik zal even wat gelegenheden creëren waar ik dit mee kan nemen. De laatste is het mooist, denk ik. Het is een soort Rick Owen. Super flinterdun. Hij lijkt een beetje ruig, maar hij is helemaal in goede staat. Zo is hij bedoeld. En hebben ze dus dat leer zo verwerkt dat hier zo'n flap zit. In het midden. Dus die hoort los. Dus eigenlijk is dit 3D. Vlakje. Ja, dit is ook echt een clutch. Oh, jongens, ik ben hier zo blij mee. Ik heb eigenlijk altijd die tas van mij mee die Lacoste. Dit is gewoon zo'n sporttasje wat ik geweldig vind. Want het is heel praktisch en functioneel. En past bij heel veel. Alleen ik vind het wel gaaf om... Want kijk, ik ben nu niet in de mogelijkheid om designer bags te kopen. Maar nu kan ik dit mooi uitstallen. En dan kan ik echt wel een keer zeggen van... Oh, ik ga nu eten of iets dergelijks. En dan neem ik een keer een mooi tasje mee. In plaats van deze. Ik zal ze even op een rijtje laten zien. Dat was het voor deze week. Dit was een extra shopvlogje. Ik zie jullie bij de volgende. Doei!